We kennen allemaal de film van Al Gore, An Inconvenient Truth, uh, van 2006. En uh, daarin had hij iets heel belangrijks vergeten, namelijk het uh, noemen van een van de grootste vervuilers ter wereld, namelijk de veehouderij. En uh, toen dachten we samen met het wetenschappelijk bureau, en NGPF, uh, dat het goed zou zijn als wij een film zouden maken: Meet the Truth, waarin wij met name de bijdrage die de vleesindustrie levert aan de klimaatverandering uh, zullen gaan belichten. 10 december 2007 ging de film in première in Tuschinski. Er waren ontzettend veel mensen. We hadden ook het ministerie uitgenodigd, we hadden kamerleden uitgenodigd. Als je dan vervolgens kijkt naar hoe het ministerie van Landbouw ermee omging, was het een heel ander verhaal. Zij brachten meteen naar buiten dat de film één grote leugen was. En dat zij Wageningen Universiteit hadden gevraagd om de film te checken op alle onjuistheden die zij, nadat ze de film nog niet eens gezien hadden. Al hadden kunnen constateren. En na noest rekenwerk van Wageningen Universiteit drie maanden lang, konden ze niet anders dan concluderen dat die film op alle punten correct was, dat de feiten klopten. Nou, het ministerie van Landbouw deed er in eerste instantie helemaal niets mee. Het ministerie van Milieu, onder leiding van mevrouw Jacqueline Kramer, deed er wel wat mee. En in een van de debatten met haar beloofde ze ons. Dat zij vanaf dat moment, ik denk ergens rond 2008, alle officiële diners vegetarisch zou laten zijn. Tenzij de gasten expliciet zouden aangeven dat zij vlees of vis wilden. Niet al te lang daarna, ik denk zo rond 2009, kwam het ministerie van Landbouw tijdens een begroting wel met het voorstel om zo'n 6 miljoen euro te reserveren voor innovatie op het gebied van vleesvervangers. In de Tweede Kamer hebben we regelmatig debatten georganiseerd of laten plaatsvinden over de vleesconsumptie en de vleesproductie. Uh, eerst gingen de debatten met name over dierenwelzijn, over plaatselijke milieuproblemen zoals mestoverschotten. Maar die debatten werden steeds breder, die gingen inderdaad ook over klimaatverandering. En je zag dat andere politieke partijen langzamerhand wel steeds meer ook dat uh, debat over klimaatverandering. En de relatie met de veehouderij overnamen. In eerste instantie was het bewustzijn heel groot om ook te komen met een vleesbelasting bij partijen als de ChristenUnie, GroenLinks en D66. Maar toen kwam Rutte 1. En Rutte 1, ja, dat was de PVV, het CDA en de VVD. Nou, die hebben natuurlijk helemaal niets met de klimaatverandering. Dus dat zakte helemaal weg. Tien jaar na meet the Truth uh, hebben we nu een kabinet uh, dat zichzelf het groenste kabinet ooit noemt. Dan zou je verwachten dat zij op zijn minst een vleesstaks als uh, mogelijke maatregel in het akkoord hebben opgenomen. Niets is minder waar. Er wordt een verhoging uh, voorgesteld op alle uh, levensmiddelen: groente, fruit. Vlees, zuivel, ze worden allemaal evenveel duurder als je kijkt naar de btw-verhoging. Dat is een enorme gemiste kans. Want wil je echt de groenste, het groenste kabinet zijn, dan zul je juist groente en fruit in het goedkope of nul tarief uh, moeten stoppen en vlees en zuivel in het hoge btw-tarief. Meet the truth heeft een enorme impact gehad. En niet alleen in Nederland, je ziet dat steeds meer mensen stoppen met het eten van vlees. Als je kijkt naar hoeveel mensen er nog elke dag vlees eten, dan is dat slechts één op de vijf. En dat is een onderzoek dat gedaan is uh, over een periode van tien jaar. Je zou kunnen zeggen het is toeval, dat het precies ook net na meet the truth die daling van de vleesconsumptie is ingezet. Maar het is toch, niet, uh, het is toch wel heel frappant. Meet the Tooth heeft ook een enorme internationale impact gehad. De film is in vijftien talen ook uitgekomen. Een première is gehad in Hollywood, in Fortaleza in Brazilië... in Japan, in Indonesië. Overal gaan NGO's, dus groepen mensen, dierenbeschermingsorganisaties... milieubeschermingsorganisaties, samen met die film de boer op... om mensen te bewegen om minder vlees te gaan eten. Dus Meet the Truth, de allereerste Nederlandse klimaatfilm, heeft een enorme internationale impact gehad. En daar ben ik heel erg trots op.